wonen, dat gaat over het dak wat je boven je hoofd hebt, maar het gaat ook over de wereld waarin je leeft. En dan is groene ruimte om te kunnen ontspannen, te recreëren, waar kinderen kunnen spelen, is ontzettend belangrijk. En er is ruimte binnen de steden om in te bereiden, hè, om daar te bouwen. Het grote probleem is niet of we in of buiten de stad bouwen. Het grote probleem is de markt. De kabinetten, heel veel kabinetten hebben ervoor gezorgd dat de markt de woningmarkt heeft overgenomen. Vroeger spraken we over volkshuisvesting. En nu laten we het over aan projectontwikkelaars en huisjesmelkers. En mensen die gewoon een huis willen huren, die op zichzelf willen gaan wonen, dat lukt niet meer. Waarom? Omdat de huurprijzen zo ontzettend hoog zijn geworden door de liberalisering. En willen we echt iets doen, meneer Buma? Dan moeten we de liberalisering van die huurmarkt terugdraaien. Als het zo makkelijk was, dan zou het in de markt kunnen oplossen. Maar het probleem zit hier. Er is geen ruimte in Nederland om te bouwen. En weet u wat ik zo jammer vind? Amsterdam is typisch zo'n stad waar GroenLinks groot is. En daar zie je het gevolg van het dogmatisch binnen die steden bouwen. En niet mensen gewoon een huis met een tuintje daarbuiten. Weet u, dat is onderzoek naar gedaan door Universiteit Amsterdam. Dat de afgelopen 15 jaar binnen de ring van Amsterdam 550 voetbalvelden aan groen zijn verdwenen. En de stelling van het CDA is dat ook mensen in de steden recht hebben op groen. En dat er ook mensen in de steden recht hebben op goede huis. En ik zou zeggen, laat dat dogma vallen. Zojuist heeft u ook laten zien dat u echt uw standpunt kunt bijstellen. Ik zou zeggen, doe dat weer. Ook nu, we hebben huizen nodig die ook buiten die steden zijn. Zodat mensen gewoon een huis kunnen met een tuintje daar kunnen hebben. Maar, zeker, maar er zijn buiten... Ik had nooit gedacht dat ik dat tegen het CDA zou moeten zeggen. Maar naast Amsterdam zijn er nog heel veel andere steden in Nederland. En ook binnen die steden... Ook, ja. Binnen die steden kunnen we ook gewoon bouwen. Maar meneer Buma, ik maak een ander punt. Als we kijken bijvoorbeeld naar de woningmarkt hier in Amsterdam. U heeft het over de woningmarkt in Amsterdam. Ik heb het over de provinciale verkiezingen. En die gaan over waar. Ja, want die gaan over waar je mag bouwen. En als ik kijk naar waar je mag bouwen, dan wil u wel het hele land volzetten met windmolens en zonnepanelen. Dan mag het groen wel weg. Maar niet voor een mens die ergens wil wonen. En ik zou zeggen, stel dat bij. Zorg dat de mensen in Nederland kunnen wonen en een normaal huis kunnen hebben. Buurman, en daar gaat het 20 maart het is, ook over. Daar gaat het 20 maart over. En we moeten kunnen bouwen, heel veel bouwen. Maar weet je wat het allerbelangrijkste is? Dat die huizen ook betaalbaar zijn. Mensen die nu voor het eerst een huis willen kopen, het is bijna onmogelijk. Als je een huis wil huren, je moet bijna 5.000 euro per maand verdienen om überhaupt nog een huurwoning te kunnen krijgen. En dat is de liberalisering. Eens. Dat komt door de liberalisering van die huurmarkt. En willen we echt iets doen voor mensen in Nederland, dat ze ook een huis kunnen betalen, dan moeten we dat terugdraaien. Deze ronde zit. Dank u wel. Uw tijd is om. Ja. Dank u wel. Dank u wel allebei.